Om de gemeenschap van Galibi bewust te maken van de gevolgen van alcoholmisbruik is er vandaag een alcoholvrije activiteit gehouden. De activiteit bestond uit sport, spel en muziek en is onderdeel van het gemeenschapsproject Gezonde Leefstijl Galibi. Dit vloeit voort uit een programma dat door de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname wordt uitgevoerd met financiering van de Europese Unie. Roberto Maleko, die het gemeenschapsproject coördineert, vertelt over het doel hiervan. De laatste jaren hebben wij opgemerkt hier in het dorp dat er mensen doodgaan aan bepaalde ziekten, aan chronische ziekten. Mensen die last hebben van bloeddruk en al die dingen, leveraandoeningen en zo. Dus ongezonde levensstijl eigenlijk. En dat heeft ons eigenlijk ertoe gedreven om zo'n programma in elkaar te zetten op Galibi. Zodat wij eigenlijk op een gezondere manier verder kunnen gaan. Want een zieke bevolking eigenlijk brengt die ontwikkeling in een samenleving of wat dan ook, een verziekte samenleving, laten we zeggen. We gaan dat niet helemaal kunnen stoppen, dat bestaat niet, is niet mogelijk. Maar dat die mensen minder gaan drinken en bewuster gaan worden van hun gezondheid. Bij de alcoholvrije activiteit zijn er traditionele dranksoorten zonder alcohol genuttigd. Er waren ook toespraken van de dorpshoofden van Christian Kondre en Langeman Kondre. Volgens Maleko is het niet de eerste keer dat er zo'n evenement is gehouden. Het is een ongoing proces, dus het gaat gewoon doorgaan. Dit is een van die activiteiten, dit is een van de vele wat we al ondernomen hebben. Maar er gaan meer komen. Dus we willen eigenlijk die mensen bewust maken van hun gezonde levenswijze. Weet je? Dus dat is onze streven eigenlijk hier in het dorp Galibi. Roberto Maleko, coördinator van het gemeenschapsproject Gezonde Leefstijl Galibi. Hij vertelde over de alcoholvrije activiteit die gisteren is gehouden in het dorp.